Ik ben Judith van Istendaal en ik maak hele dikke beeldromans over ingewikkelde onderwerpen. ik heb De Maagd en de Neger gemaakt toen David zijn stem verloor, Mikkel. En daarnaast ben ik ook illustrator van kinderboeken. Nix is voor mij vooral de auteur van Kinky en Cozy. Hij heeft ook een boek gemaakt over een rare cowboy. Nix is mijn leraar. Hij heeft mij het vak striptekenen en verhalen vertellen bijgebracht. En hij is voor mij een hele belangrijke persoon, omdat hij iemand is die heel strak verhalen opbouwt. En dus dat heb ik echt van hem geleerd. Hij is ook iemand die ontzettend goed kan vertellen daardoor, ook al zijn Kinky en Cozy altijd hele korte stukjes. Het is iemand die echt op inhoud speelt en dat vind ik heel erg goed aan hem. Ik vind hem ook ontzettend grappig, dat is ook zijn vak. Hij maakt cartoons, hij maakt ontzettend grappige, beetje enge cartoons soms, over een beetje een akelige tweeling die allerlei akelige dingen uitsteken en meemaken. Wat dat ik erg goed vind aan Nix is dat hij eigenlijk niet zo'n goede tekenaar is en toch erin slaagt om je helemaal mee te pakken in zijn universum. Ik bewonder altijd mensen die ondanks hun tekeningen toch ontzettend veel indruk maken. Marianne Satrapi heeft dat ook, die vind ik eigenlijk ook niet zo goed kunnen tekenen en toch is die heel meeslepend en dat heeft maar Nix ook. Ik vind bij Nix ook altijd zijn boeken bijzonder, bijzonder mooi. Hij is iemand die het hele boek vormgeeft op een waanzinnig doorgedreven manier. En die boeken, dat zijn echt pareltjes. Dat zijn prachtige voorwerpen eigenlijk. Nix is heel erg aanwezig in mijn huishouden ook, omdat mijn zoon een ontzettend grote fan is van Kinky en Cozy. Dus hij raakt, mijn zoon is nu 12, maar hij raakt echt een snaar van kinderhumor die helemaal niet zo flats en flauw zoals de meeste mensen zouden kunnen doen uitschijnen. En die eigenlijk bijzonder gemeen kan zijn. En dus je merkt hoe dat kinderen daar totaal in mee zijn. Ik ook, ik ben een volwassen, dus ik ben er ook totaal in mee.